Serena Munslag SZ, initiatiefnemer van de toetsing van de kiesregeling door het Constitutioneel Hof, is zeer verheugd met het oordeel van het Hof. Het Hof oordeelde afgelopen vrijdag dat de kiesregeling haaks staat op de grondwet, met name op artikel 55, waarin staat dat de Nationale Assemblee het volk vertegenwoordigt en de soevereine wil van de natie tot uitdrukking brengt. Volgens SZ hoeft het geen langdradig proces te zijn om de kiesregeling te wijzigen in de Nationale Assemblee. Het voorwerk is namelijk reeds gedaan door deskundigen. Ze is daarom blij dat de regering de zaak heeft opgepakt en alvast hearings wilt houden om te komen tot een voor Suriname aanvaardbare kiesregeling. Maar precies zoals de regering voortvarend is geweest hiermee om het aan te geven, hoop ik dat het parlement ook met veel vaart het kiesstelsel ook prioriteit zal gaan geven. Uiteindelijk gaat het parlement hierover moeten beslissen. En het hoeft geen langdradig traject te worden, want alle voorwerk is al gedaan. Er was ook tijdens de regering Wouterse II een presidentiële commissie ingesteld waarbij de was de voorzitter was. Dus het is niet nodig om een heel langdradig traject hiervan te maken. Ik denk dat de deskundigen, die zijn de belangrijkste die geraadpleegd moeten worden en die uiteindelijk het parlement moeten gaan adviseren om te komen tot een wijziging die aanvaardbaar is, en dan gaat het parlement daarover moeten beslissen. Haalbaar voor 2025? Absoluut. Ik zie geen enkele reden waarom het niet haalbaar zou moeten zijn. Wat dan sterker nog, we hebben eigenlijk geen andere keus. Want nu op dit moment bestaat er eigenlijk geen enkele bepaling meer over een zetelverdeling. Dat betekent dat we voor 2025 hier een keuze over zullen moeten nemen. Maar zoals ik eerder zei, we zitten echt niet met onze handen in ons haar en weten niet wat we moeten doen. Dat is niet zo. Gelukkig hebben we er al genoeg van aan mang, een heleboel onderzoek verricht. Dus de alternatieven die liggen daar. Het is een kwestie van een keuze maken en een besluit nemen. Advocaat Serena SZ, die initiatiefnemer is van de toetsing van de kiesregeling door het Constitutioneel Hof, blijft erbij dat het nu tijd is voor de one man, one vote principe tot uiting komt bij de verkiezingen.